Ah, als we naar de ranglijst kijken van de Eredivisie-vrouwen, dan word je blij, denk ik. Ja, dan word ik heel blij. Uh, tot nu toe ziet het er goed uit bovenaan, en uh, ja, we hopen ze lang mogelijk vast te houden. Had je dat verwacht? Um, ja, je weet natuurlijk, je krijgt uh, ja, tien nieuwe speelsters zijn erbij gekomen, uh, een paar jonge meiden, uh, wat ervaring erbij. Ja, en dan ja, weet je zelf wel dat je een goede mix daarvan hebt en dat je ja, wel een goed team hebt. Je speelt voor PSV, maar volgens mij ben je ook een echte PSV'er, in hart en nieren. Ja, echte PSV. Er. Van jongs af aan altijd al. Dus uh, ja, super mooi. Dat is volgens mij hartstikke leuk om te zien dat jullie drie punten losstaan van Ajax. Ja, dat is uh, altijd mooi als je boven Ajax staat. Dus uh, ja, drie punten, dat is geweldig. Dan heb je sowieso in je achterhoofd van uh, ja, over twee weken, hè, dan is hij topper tegen Ajax hier op de hertgang. Uh, ja, Daar ben je echt voor gemotiveerd? Uh, ja, sowieso een topper. Ja, dat is. Je bent altijd, elke wedstrijd geef je alles. Uh, misschien tegen Ajax ja, heb je toch nog net wat extra. Maar op zich geef je elke wedstrijd alles en uh, ja, wil je elke wedstrijd winnen. Nou, dan speel je voor heel veel toeschouwers hier. Hè? Ja, ik hoop het wel. Ik hoop dat er zoveel mogelijk uh, mensen komen kijken en ons komen aanmoedigen en uh, ons uh, helpen die overwinning te pakken. Want dan, uh, ja, dan doe je ook een goede stap, zeg maar, om het lekker af te sluiten voor de winterstop. Ja, dan uh, kom je ja. stel je zo komend weekend het winnen en dan, dan uh, ja, sta je zeker uh, op een mooie afstand van Ajax. Maar je moet uh, door blijven gaan, nooit opgeven, gewoon door blijven gaan. Vrijdag eerst tegen Peksvolle, uitwedstrijd. Uh, ja, voel je nou ook een beetje die druk van de koploper? Uh, nee, ik denk uh, dat we gewoon uh, ja, lekker moeten voetballen. en uh, We weten wat we kunnen en uh, ja, daarmee moeten we gewoon verder. We weten wat we kunnen. Wat kunnen jullie? Waar liggen de kwaliteiten? Uh, ja, ik denk gewoon ons spel. We spelen mooi voetbal, leuk voetbal. Uh, en uh, ja, ik denk dat daardoor... Uh, ja, dat we wel veel kansen creëren en uh, ja, de winst pakken. Het wordt wel eens tijd hè, dat PSV-landskampioen wordt bij de vrouwen. Ja het, is, uh, ja, het is al een tijdje dat we niks hebben gewonnen. Dus het zou mooi zijn als we ja, een keer een prijs kunnen pakken. Deze groep kan dat? Ik denk het wel.